ik heb heerlijk geslapen. Maar het is tijd voor een nieuwe schooldag op deze goede, frisse morgen. Maar eerst moeten we onszelf natuurlijk eventjes een beetje gaan opfrissen. Zo, laat ik de dag beginnen met een beetje handen wassen natuurlijk. En niet te vergeten even mijn tandjes poetsen. Kijk eens aan. Zo, dan is dat ook weer gebeurd. Perfect. Oh, dan alleen nog even opfrissen onder de douche. La 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 la. Oh, kijk eens aan. Nu ben je helemaal op. Zijn en als we rugtas op hebben, kunnen we naar beneden gaan om even te ontbijten. En dan gaan we meteen naar school. Oh, ik kan niet wachten. Mijn eerste schooldag. Hoi, mam. Goedemorgen, lieverd. Hoi, mam. Mag ik wat ontbijt? Ja, hoor. Ik ga het maken. Maar Dennis, je gezicht wordt wel een beetje erg nu, hoor. Met al die pukkeltjes. Hoe bedoel je, mam? Die puistjes? Ja, het wordt wel heel erg nu. Maar mam, ik had gelezen dat het bij de puberteit hoort. Wanneer je ouder wordt, kan je best wel last hebben van wat acne en wat puistjes. Ja, dat klopt. Maar je hebt daar ook allemaal crèmetjes en zalfjes voor. Ik weet niet of je zo wel naar school wilt. Dus word je daar nog om gepest. En lijkt me niet zo'n goed idee. Misschien moet je daar een keer wat aan gaan doen. Nee, mam. Het komt wel zo goed, oké? Ik ga naar school. Laat het ontbijt maar zitten. Weet je het zeker? Ja, mam. Ik weet het zeker. Oké, heb je deo bij je? Mijn moeder altijd begint over mijn puistjes en dat soort dingen. En over deodorant. Alsof ik niet lekker ruik. Ik was me elke dag. Nou ja. Ja, laten we maar naar school gaan. Het zal pas wel meevallen. Oh, kijk eens aan. We zijn bij de broek. Even school aangekomen. Ik kan niet wachten om mijn klasgenoot te ontmoeten. Oh, kijk eens aan. Hoi, klas. Hallo. Wat is dat luchtje binnen? Ja, je bent wel een beetje laat vandaag. Laat? We zouden toch pas om 8:30 beginnen, meneer? Nou, we zeiden wat als opeens die walm die er voorbij kon vliegen? De walm? Ja, echt. Ga je eens douchen of zo? Godverdomme, inderdaad. Wacht, hebben jullie het tegen mij? Ja, wie anders? Ja. Wat denk je? Wat? Wie anders? Hoe bedoel je? Kijk hoe je eruit ziet. Ja, je stinkt. Wacht, heb je nog een ketchup gegeten of zo? Precies. Nee, hoezo? Doe eens even je shirt in de was of zo. Waar heb je het over? En jij bent dik. Dik? En moet ik je even helpen met je puist uitknijpen of zo? Wat heb je allemaal op je gezicht? Hoe ik eruit zie? Omdat ik een maar beetje kijk eens naar jezelf. Nou, online staat dat het bij de puberteit hoort, oké? Dat je daar niks aan kan doen. Bij de puberteit. En de kleding. Dennis. Ja, wij hebben dit ook niet. Ik denk dat het wel beter is dat je gezicht goed gaat wassen in het vervolg. Wacht, wat? Meneer de leraar, wat zei je nou daar? Ik zei dat het als je puist hebt, dat het wel beter is als je gezicht gaat wassen. Ja, dat je zo durft te vertonen hier, bam. Maar... Want als je gezicht gaat wassen, gaan de bacteriën dood en dan gaat de puist ook weg. Maar ik weet wel iets voor je puisten. Wat dan? Wat dan? Ik kan wel een klap verkopen op je gezicht. Meneer de leraar, waarom zeg je hier niks van? Dat weet ik eigenlijk ook niet, hoor. Jos, jij gaat heel gauw de les uit, oké? Oké, leraar. Jullie twee gauw de les uit, meteen. Oké. Wat een gedoe weer. Meneer de leraar, waarom zeg je er niks van? Ze zijn me letterlijk aan mijn best dat ik dik ben, dat mijn kleding vies is en dat ik puist op mijn gezicht heb. Nu toch? Ja, maar je liet het allemaal gebeuren. Je hebt zelf ook gezegd dat ik mijn gezicht moet wassen. Dat is toch niet iets wat een leraar hoort te zeggen? Hallo, je hoort wel een beetje verzorgen naar school te gaan, knul. Meneer de leraar, je weet helemaal niet wat ik thuis doe. Elke ochtend sta ik op, doe ik mijn tanden poetsen, douchen, dat soort dingen. En aan mijn kleding. We hebben gewoon niet zoveel geld in ons gezin, oké? Daar kunnen we helemaal niks aan doen. Maar ik hoor dat de bel gaat. Het is tijd voor de volgende les, de gymles. Meneer de leraar, was onze sportleraar? Ja, die is alweer niet opkomen dagen al voor de zoveelste keer. Wat? Oh, hebben we een uitval, meneer? Wat bedoel je met dat uur zeker lang? Niet. Dat betekent dat ik jullie nu les ga geven. Ja, je bent zo slim. Dat komt waarschijnlijk omdat je zo dik bent. Ja, precies. Ja, hij moet een privéles. We hebben toch geen gymles nodig. Kijk hoe sportief ik al ben. Hallo, ik ben helemaal niet dik, oké? Okay? Ik ben misschien iets forser aangelegd dan jullie, maar daar kan ik niks aan doen. Doe er wat aan. Wat moet je er aan doen? Zo ben ik nou eenmaal geboren. Ik kan er niks aan veranderen. Oké, maar ik ben hartstikke goed in sport, hoor. Dat kan ik je wel laten zien. Oké, nou, laat me zien. Daar geloof ik niks van. Oké, moet deze de ring in? Oké, daar komt-ie. Jazeker. Hopsakee! Dat is super dan. Slecht. Laat zien dat jij het kan dan. Oké, dit wordt echt een eitje. Hoppakee, zie je? Wat? Die was net naast. Was die naast? Volgens mij wel. Oké, doe je maar deze dan? Niet. Hoppa! Ik kan wel raken. Oké, dan. Laat zien dan. Oké, pak deze maar. Oh, hey!
Je hoeft niet op mij te gooien, oké? Pas op, stoppen! Mijn volgende onderdeel is een piepjestest. Dat betekent dat je commissie goed moet testen. Moeten we dan van die kant rennen? Oh, echt wel? Ja, ik kan mega goed rennen, oké? Bewijs het dan. Oké, laten we gaan. Dus op de piep, dan moeten we lopen, toch? Ja. Oké, en wanneer je bij de overkant bent, voordat de piep gaat, dan ben je binnen, toch? Ja, inderdaad. Oké, tel maar op, meneer de leraar. Oké, 3, 2, 1, piep! Oh, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij! Kijk hoe slap hij nou zit in zijn dekzak! En op en neer, op en neer! Hij gaat nooit die lijn halen, joh! Ik ben als eerste! Ja, nee! En kijk eens wie de laatste is, wie er aankomt hoesten! Ja, slow! Ja joh, Puist, ik ga sporten of zo! Dekzak! Ja, dat zit op je gezicht! Voor de piep nog niet eens aan de overkant! Ik ga naar huis, ik ben er klaar mee met jullie pestkoppen! Aardig tegen me. Ik ga naar huis. Ik haat school. Ik haat school. Ik word alleen maar gepest. Omdat ik er niet uitzie. Wat een stomme dag. Ik ben weer thuis. Hoi, liever. Hoe was het op school? Stop. Ik word alleen maar gepest omdat ik dik ben. Dat ik puist heb en dat soort dingen. En dat ik stink, ik had je al gewaarschuwd. Ja, maar mam, wat moet ik eraan doen? Ik douche elke dag. Ik poets mijn tanden. Ik doe er alles aan. Ja, nou weet je nog dat ik het ook over die zalfjes had? Ja, mam, die crème. Maar ik zal ik die anders bestellen? Wat is er voor je gaan halen? Als je dat zou willen, mam. Natuurlijk. Ik denk ook dat ik mezelf moet veranderen. Wat kan je doen? Niet leuk. Nou, ik weet wel wat dingen wat ik aan mezelf ga veranderen, oké? Als jij de crème kan regelen, dan zou dat fijn zijn, mam. Dat ga ik doen, oké? Ja, ga maar even naar boven. Rustig aan. Echt waar, dat gepest. Ik kan het niet meer aan, oké? Ik kan het niet meer aan. Het is tijd om mezelf te gaan veranderen. En ik weet precies hoe. Ik denk dat ik moet beginnen met sporten, zodat ik misschien wat gewicht verlies. Laten we daar als tweede wat nieuwe kleren halen. En als derde de crème om mijn puisten van mijn gezicht af te krijgen. En laten we mama vragen of we wat geld kunnen krijgen voor wat nieuwe kleren. Mam, ik wil mezelf gaan veranderen. Oh, wat goed van jou. Ik wil gaan sporten, gezond gaan eten. Ik wil nieuwe kleren hebben. En ik wil als laatste die crème van jou gaan gebruiken als die binnen is. Maar ik had een vraagje, mam. Ja? Heb je misschien een klein beetje Robux, zodat ik wat nieuwe kleren kan kopen? Natuurlijk heb ik dat. Kijk eens aan. Oh, dank je, mam. En zou ik ook de auto mogen lenen? Ja, als je hem niet stuk rijdt, wel voorzichtig doen, hè? Oh, dank je wel, mam. Je bent de beste, oké? Alsjeblieft. Succes, lieverd. Ja, ik ga ook sporten, mam. Dus ik ben wat later thuis. Is goed, doei doei. Ik kon niet wachten om mijn leven te verbeteren. Laten we instappen. En als eerste gaan we naar de sportschool. Oh, kijk eens aan. We zijn bij het winkelcentrum aangekomen van Broekhaven. En precies daar zit ook de sportschool. Laten we naar binnen gaan, want ik heb afgesproken met een persoonlijke trainer. Kijk eens aan. Als het goed is, moet ik jou hebben. Ja, zeker weten. Hallo meneer, je bent toch mijn trainer? Ik kom hier namelijk om gewicht te verliezen, oké? Omdat ik wat gepest op school. Ja, ik ben je persoonlijke trainer. Word je nou gepest? Je bent wel mega gespierd. Ja, pestkoppen zijn super stom, vind je niet? Zeker weten. En op een dag word je net zo gespierd als ik. Ik hoop het, meneer. Dan hoop ik dat ze me nooit meer pesten, oké? Maar ik wil mezelf veranderen. Moet ik beginnen met hardlopen? Ja, zeker weten. Weet je wat ze altijd zeggen? Nou, mooi dat zijn moet pijn lijden. Dus dat betekent wel dat je heel hard je best moet doen, oké? Ik zal zeker hard mijn best doen. Ik wil wel ook gewoon goed uitzien, meneer. Ik wil niet meer gepest worden, oké? Nou, als je met zo'n mindset lekker gaat trainen, dan komt het hartstikke goed, oké? Oké, meneer, ik ga denk ik beginnen dan met trainen, oké? Ik ben er klaar voor. Ja, zeker. Nou, dan doe ik even de loopband voor jou en zo. Je hebt nog wel wat werk te doen, maar dat komt allemaal wel goed, hoor. Daarvoor moet je elke dag langskomen. En je moet echt goed erom denken. Je moet niks overslaan, oké? Oké, dus als ik het goed begrijp, moet ik elke dag gaan trainen, gezond eten, opkomen dagen en hopen gaan. Heel veel proteïnes nemen, natuurlijk. Zul je progressie zien dat je gewicht verliest of dat je spieren erbij krijgt. Laat je niet demotiveren dat je geen resultaten ziet, oké? Nee, meneer. Ik zal hier elke dag komen, oké? Elke dag ga ik mezelf laten zien en bewijzen dat ik het wel kan. En uiteindelijk verlies ik al het gewicht dat ik kwijt wil raken. En word ik mega gespierd, net zoals jij. Ja, goed zo. Oh, meneer, blijf volhouden, zou ik zeggen. Ik wil je bedanken, oké? Dat was een lange training. Ik ga nog heel even doortrainen en dan ga ik naar huis, oké? Ja, dat is helemaal goed.
goed. Okay. Succes, knul. Dank u wel, persoonlijke trainer. Oké, okay, daar gaan we. Nog even doorlopen. Oh, het komt niet zomaar. Oké, okay, we gaan er gewoon voor. Kom op, Dennis, kom op. Precies. Kom op. Doorlopen, doorlopen, doorlopen. Oh, dat was een fijne training. Dank je wel, hè. Dat ik ook. Fijne dag nog. Fijne dag, meneer. Doei, doei. Zo, nu ik het sport achter de rug heb, is het al een beginnetje aan mezelf. Ik ga mijn leven verbeteren. En dat begint met sporten elke dag. En daarnaast ook gezond eten. Maar laten we naar de kledingwinkel gaan om een nieuw setje kleding uit te kiezen. Zodat we er wat beter uitzien. Oh, kijk eens aan. We zijn bij de Rockstar Kledingwinkel. En hier moet ik pas al een leuk kledingsetje kunnen kiezen. Laten we gaan kijken. Misschien een beter shirtje. Nou, ik weet het niet. Deze voel ik ook niet helemaal. Misschien een beter broekje. Nou, dit ziet er ook niet echt uit. Laat ik maar even gaan shoppen hier zo. Oh, kijk eens aan. Ik heb een mega stoere outfit. En dan niet alleen. Ik heb er zelfs een sporttas bij gekocht. Omdat ik natuurlijk elke dag ga sporten. Oh, dit ziet er al beter uit. Laten we naar huis gaan. Hoi, mam. Ik ben thuis. Hoi. Hoe was sporten? Oh, mam. Echt mega goed. Die persoonlijke trainer heeft me echt aan het werk gezet. En ik voel al gewoon verandering. En ik heb een nieuwe outfit gekocht. Het is je wel te zien, hoor. Wat goed. Staat je goed. Dank je, mam. Kijk, ik heb lekker gezond gekookt voor je. Oh, dat is belangrijk. Mijn trainer zei dat ik gezond moest eten. Elke dag maar weer, oké? Dit is belangrijk, ook voor je huid. Man. En, heb je de kruimtjes al goed bezig. Binnen? Ja, ik heb ze net binnen. Oh, superman. Oké, dan gaan we even lekker eten. En dan ga ik dat crème maar eens even op mijn gezicht smeren. Dat lijkt me een goed idee. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Nom, 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 nom. Kijk, Dennis. Hier heb je de pilletjes en de zalf. Moet ik dat elke dag innemen? Ja, elke ochtend en avond. Oké, en dat is de zalf. En dat moet ik op mijn gezicht smeren. Ja, en dat goed insmeren. En dat de puistjes wegnemen, denk je, mam? Ja, duurt even, maar het werkt heel goed. Oké, en weet je wat? Ik ga denk ik morgenochtend ook eens een nieuwe andere haarstijl proberen. Maar oké, ik ga het wel eerst op mijn gezicht smeren. Succes, jongen. Je bent goed bezig. Dank je, mam. Dank je. Nou ja, laten we dit maar een beetje door gaan zetten. Eerst maar eens even mijn gezicht wassen met die crème. En dat moest ik dus op mijn gezicht smeren. Eens even kijken. En dan mijn handjes erbij wassen. En dat dus smeren. En dan een pilletje. Nou ja, oké, laten we dat maar proberen. Zo, een pilletje. Oké, nou, ik zie tot nu toe nog niet dat de puistjes weg zijn. Maar misschien moeten we een nachtje overslapen. En dat het dan langzamerhand weggaat. Wow, dat zalfje heeft echt geholpen. Kijk, mijn gezicht, ik zie er veel beter uit. Oh, ik moet het aan mijn moeder laten zien. Ik moet het aan mijn moeder laten zien. Mam, mam, mam. Ja, wat is mam, er? Kijk, mijn gezicht, kijk, mijn gezicht. Oh, wauw, wat werkt het goed, zeg. Alle acne en puistjes zijn helemaal weg, mam. Ik ben je dankbaar. Ik ben je echt dankbaar. Ik ben heel blij voor je. Ik zie er al veel beter uit. Het enige wat ik nu nog een beetje kwijt moet, is het gewicht natuurlijk. Maar, ja, maar daar ben je druk mee bezig, toch? Dat ben ik een ideetje, mam. Ik pak een appeltje, oké? Okay? Ik ga meteen sporten. Doei, doei. Oké, okay, sporten. We gaan onszelf verbeteren, oké? Okay? We zijn nog lang niet klaar. Het is weer een jaar later sinds dat ik naar school ben geweest. Maar het komt wel goed. Ik zie er beter uit. En ik voel me zelfverzekerd nu. Oh, ik ben er. Ik ben er. Oh, kijk eens aan. Daar is hij, jongens. Ja, jullie kennen hem denk ik wel. Degene die was er een jaar uit geweest. En dat is namelijk Dennis. Ja, klas. Ik ben er weer. Wat? En jij Dennis? 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 Ja, ik ben er. Ik weet wel wie er schattig uitziet vandaag, hoor. Ja, ik natuurlijk. Nee, natuurlijk jij niet. Ik heb tegen hem. Oké, dankjewel. Kun je naast mij zitten? Nee, ik zit hier vooraan als ja, je niet erg Dennis, vindt. Je bent wel dan schuif ik wel op, hoor. Jeetje, benijntje. Ja, meneer. Veel sporten, veel aan jezelf werken, gezond eten. En gewoon iets willen bereiken, dan kom je daar altijd, oké? Okay? Zolang ja, je maar jezelf ja, je bent wel meneer. Mega knap geworden, hoor. Dennis. Ik wil het niet toegeven, maar je ziet er goed uit, Dennis. Oké. Okay, ja, nou, echt, hoor. Oké, nou, weet je, ik wil ook nog even iets zeggen, meneer de leraar. Ja, en, zeg maar, ga voor de klas staan. Dan moet ik van mijn hart af, oké? Okay? Ja, ben jij weer single toevallig? Ja, ik ben single, maar ik heb geen interesse in jou. Want weet je nog een jaar geleden, toen jullie me belachelijk maakten? Nee, dat kan ik me niet herinneren. Zeker dat soort dingen? Nee, zeker niet. Je zei dat ik stonk, mijn puisten, dat die moesten worden uitgeknepen en dat soort dingen. En jij ook, Jos. Je kan nu wel doen alsof je mijn beste vriend wil zijn. Maar toen die tijd een jaar geleden pestte je me helemaal. Cool, man. Zo erg dat ik huilend naar huis ging, oké? Okay. En nu zie ik er beter uit en ben ik wel zelfverzekerd. En hoef ik geen vrienden te zijn met niemand van jullie. Meneer de leraar, wat jij zei komt echt niet, oké? Okay? Dat heb ik gemeld bij de directeur. En hij heeft me verteld dat jij later vandaag je baan kwijt
bent omdat je dat zei tegen mij. Nu ik dat allemaal heb gezegd, ik ga er vandoor, losers. Oh, school na een jaartje was weer fijn nu ik zelfverzekerd ben. Het voelt zoveel beter. Hey, kerel. Hallo? Hey, ja, ik zag je hier zo staan en je ziet er echt goed uit. Oh, dankjewel, meneer. Jij ziet er ook Ik zal me wel even voorstellen. Ik ben een model. Je bent een model? Jazeker. Wow, oké. Wow, je bent meegespierd ook. En toen ik zo naar jou keek, dacht ik van, jij kan ook een model zijn. Serieus? Jazeker. Vind je me eruit zien als een model? Jij ziet eruit als een model, knul. Oh, meneer, echt waar? Meent u dat? Jazeker. Ben je geïnteresseerd in een baan? Een modellenbaan? Jazeker, dat lijkt me super tof. Oké, stap in de auto. Kom, we gaan. Oké, meneer. Hartstikke bedankt. Ja, ik heb best wel een verleden, kan ik u vertellen. Ik was eerst het best en ik zag er eerst heel anders uit. Ik ben best wel iets kwijtgeraakt. En dat heeft me gebracht tot wie ik nu ben. Meneer, dat is te zien. Oh, dankjewel, meneer. Ik kon niet geloven dat je me een modellenbaan aanbiedt. Oh, jazeker. Iemand zoals jij kunnen we niet missen. Oh, dankjewel, meneer. Moeten we hier zijn? Jazeker, naar de catwalk. Oké, ik ben benieuwd. Wow. Nou, meestal tijdens het modellenwerk geef ik je een setje kleding. Die doe je dan aan en dan loop je hier. Over de catwalk. Jazeker. Oké, dus dan kom ik hier achter vandaan met mijn nieuwe kleren. Want hier word ik dan denk ik een beetje opgemaakt. Krijg je de kleren aan. Hier word je opgemaakt, krijg je make-up, krijg je kleding. En dan moet ik hier overheen lopen als een echt model. Wow, meneer. En dan shine je, jongen. Nou, dat doe ik zeker wel. Want ik ben hartstikke tevreden met mezelf. Ik zie er goed uit. Nou, laat maar eens zien hoe je het doet. Oké, meneer, let op. Oké, daar gaan we. En pas, 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 pas. En een rondje en weer terug. Wat vindt u ervan? Dit is perfect. Je hebt het aangenomen, jongen. Serieus? Yes! Jazeker. Oh, meneer, ik ben u dankbaar. U heeft mijn leven veranderd. Iemand zoals jou hadden we nodig. Oh, dankjewel, meneer. Dankjewel. Ik kan niet morgen is gelijk je eerste werkdag. Oh, super. Ik ga het goede nieuws aan mijn moeder vertellen. Oh, hoe ik van lelijk naar model ben gegaan. Als je meer avonturen wilt zien van ons, klik dan op een van de video's op het scherm. En als je hebt genoten, klik dan op de abonneerknop. Doei! Doei.